Pinto geeft hem dan gelijk mee aan Van Crooy. Van Crooy neemt aan, dan weer een voorzet. Maar die kan Kuipers wegwerken. Wel weer in de voeten van de Guzman. En zo belegert Sparta toch even de goal van Go Ahead Eagles. Is het nu Van Crooy? Van Crooy geeft mee aan Meinands. Meinands voorzetten met links. Komt goed. En dan Kitolano met een halve kopbal. Namli met het schot. Weer Kitolano. Deze moet hangen. Nee, van de lijn. Ja! Hij valt er toch in. Het is een Noorse co-productie. Kitolano schiet op de handen van De Lange, lijkt het wel. Of hij werd door Ietses van de lijn afgehaald. Het lijkt Ietses die hem van de lijn afhaalt. En dan is het een vallende Lauritsen die hem binnentikt. Heeft wat kritiek gehad. Zou wat weinig in het spel van Sparta betrokken worden. Dat was misschien ook wel zo. Maar doet dit dan toch goed? Is alert op de rebound. En omdat er nog een speler van Go Ahead in mijn inziens op de doellijn staat, kan dit nooit buitenspel zijn. En zo die belegering van Sparta zorgt ervoor dat ze hier na een kleine 18 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong staan. Door de eerste treffer van Tobias Lauritsen in Spartaanse dienst.